rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. Maar hij is mooi hoor. Je moet dit maar kunnen, lieve vrienden. He, om het zo te maken. Echt giga mooi gedaan. Ja. Echt schitterend. Ja, ik vind het wel. Maar ja, wie ben ik? Hè? Heel nice. Heel. Hi. Hi. Beautiful. Thank you, thank you. Hi. Ja, lieve vrienden, hele... Ja, nog 2 minuten, geloof ik. Ja, nog 3 minuten voor 12. Ik zeg gewoon alvast een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Weesterboel. Het is vandaag alweer dinsdag, de 27e van de 6e, 2023. En we leven dus inderdaad 11 uur 58. Erwin die komt rond 1 uur of 1 en ik ga zo eens met meisjes lopen en ja, ik heb mijn mooie nieuwe jurk weer aan. Ja, die was weer schoon, maar ja, het zit ook alweer onder de haren. Maar dat heb je wanneer je dieren hebt, hè? Ja, dat heb je. Maar het maakt allemaal niet uit, hij is schoon en een paar haartjes meer of minder, of het nou van mezelf is of van die beestjes, maakt dat niks uit. Nee, toch? Maar in ieder geval, Marcel die zit boven op zijn kamer, wat te doen weet ik niet, ook iets die niet helemaal in orde, hij heeft een verkoudheidje opgelopen, nou ja, kan geschieden, ja toch, daar kan hij ook niks aan doen, nee. Dan heeft hij op een tochtig hoekje gestaan, laten we maar zeggen, ja toch, ja. Dus, maar maakt het allemaal verder niet uit, Het is wel eens hartstikke leuk met elkaar en ja, hij doet zijn best om zo gauw mogelijk werk te krijgen. Hij wil op zee, ja, moet ieder voor zichzelf weten waar die wil of zij wil werken. Voor mij in ieder geval niet. Ik hoef niet, als ik al nog werken kon, dan had ik echt niet op zee gegaan. Nee, geef mij maar grond onder mijn voeten. Ja, en niet op een boot of wat dan ook. Nee hoor. Hoeft voor mij allemaal niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, gewoon, geniet van alles met wat jullie doen. We krijgen volgens de Google Up vanavond vanaf 1 uur of 6 tot vannacht 1 uur of 4 regen. Dat vind ik ook niet zo leuk. Dat zijn net die tijden dat ik meestal met mijn meisjes ook uitga s'avonds. Maar ja, dan wordt er misschien weer een regenpak aan en anders moet ik me omkleden. Maar we merken het wel, ik kan hier ook overdrijven, want je zit in de helder. Dus ja, dat dus. Nou ja, en zoals ik al zei, ik ga zo ook eventjes met ze lopen. Ik heb even mijn wind, hoe noem je dat? Die jas die winddicht moet zijn. Nou ja, winddicht is die ook niet, want ik voel de wind degelijk wel doorheen. En hij moet ook waterdicht zijn. Nou, ook dat is die niet, want hij is ook drijfdoor nat geweest, ook van binnen. En dus ja, maakt allemaal niet uit. Dat is 12 uur, zegt hij. Ja. Hij is gelijk, hoe doet hij dat? Ja, dat Marcel hier 1 nacht op de bank heeft geslapen, is hij uit geweest. Hebben we de klok op stil gezet. En de volgende dag weer aangezet. En daardoor komt het, denk ik. En dan loopt hij in een week nog niet eens iets achter. Nou ja, toppie. In ieder geval, lieve vrienden. Geniet en geniet een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden. Ja, het is wel vreemd weer. Het is 19 graden, zoiets. 18, 19 graden. We gaan eventjes de Juttersmarkt over. Want Erwin die is al geweest. Waar Marcel uithangt, ja, Joost mag het weten. Maar ik weet het niet. Nee. Ik had een appje gekregen. Ik ben zo weer terug. Nou, dat is alweer meer dan 1 uur geleden, hè? Ja, yeah, zoiets.
Dat kan weg. Dus ja, ik ga ook door hard op haar herdersleutels. En ik zal hem een appje sturen dat ik de markt op ga. En ik moet ook naar de DA. En ik moet naar de sleutel maken. Want kijk, mijn hoesje van mijn sleutelborst. Die heb gezegd van je doet het zelf maar. Dus ja, dat gaan dan eventjes een nieuwe verhalen. En ik neem jullie uiteraard mee. Zowel, nou ja, die doe ik in mijn tas. Ga ik nou niet op de houder doen. Dat hoeft ook niet iedere keer met de markt. Maar als ik iets leuks zie, pak ik dat ding erbij, ja. Dus, oh, ik heb hier, oh, wacht even. Oh, dat is een spammetje. Die kan wegbissen. Ja, helemaal goed. Mooi. Nou. Dat komt ook wel goed. Dus ja, ik neem jullie gewoon gezellig mee. Dus geniet, hè? Ja. En ik hoop dat ik leuke dingen zie. Dat ik de camera erbij kan pakken. En zo niet, ja, dan hebben we pech. Kan er ook niks aan doen. Nee. En uiteraard probeer ik weer naar de brug toe te gaan. Waar die street dinges tekening op is. Nou, kijk, hij is nou af. Dus daar kan ik een mooie vlog ervan maken, video. Ja. Dus laten we dat proberen. En ik weet niet waar nog veel meer street. Hoe zeg je dat nou? Street paint en dan 3D. 3D street paint. Zoiets. Laten we dat er maar van maken. Dus ja, ik weet het verder niet, waar er nog meer is. Voorheen was bij de Bolder, maar ja, dat kan daar nou niet. Nee, daar kan ik ook niks aan doen. En ik weet ook bij hoge belagen niet waar meer is. En donderdag aanstaande, nou regen of geen regen, ik klim er gewoon vooraan. Maar dan sta ik op de dijk. Want dan komen de boten van Veel binnen. Wat is dat? Oh, dat was net te laat. Maar in ieder geval, dan komen de boten voor sale binnen. Dus ja, daar gaan we voor. Simpel zat. En dan gaan we daar filmen natuurlijk. Hè. Uiteraard doen we dat. En ja, ik zien wel hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Dit was dus niet Bertus, maar ja. Dan ben ik de naam weer kwijt. Dikke Piet. Maar in ieder geval... Ook deze schone dame was Den Helder aangegaan. Ik geloof dat ze de reis niet heeft gehaald. Dat ze is overleden. Dus, maar hij is mooi hoor. Je moet dit maar kunnen, lieve vrienden. He, om het zo te maken. Echt giga mooi gedaan. Ja. Echt schitterend. Ja. Ik vind het wel. Maar ja, wie ben ik? Ja, die vorige keer heeft die vrouw dat nog gezegd. Wie de walrus was. Nou, ze is mooi hoor. Echt schitterend. Maar ik zie haar naam er niet in staan van die vrouw die het gemaakt heeft. Normaal zetten ze hun naam erbij. Ja. Kijk, en hier hebben we de voeten. Daar moet je dus op gaan staan als je hier komt. Moet je erop gaan staan. Ja, en dan kan je zo een foto maken. Of wat dan ook. Ja. Of zet er eentje bij de walrus neer, een klein kindje of zo. En laat die zogenaamd de walrus aaien. Dat is hartstikke leuk voor een foto. Nou, geweldig. Geweldig. Echt waar. Dus, nou, dan gaan we even verder. Ik was de markt al over. Maar ik vind het niet echt lekker warm. Ik heb een dun jasje aan. Maar oké. Okay. We gaan verder, zoals ik al zei. Waar is Max? Waar is Max? Weet ik niet. Denk ik. Dat is zo mooi, hè? Ja. Zo mooi, hè? Kijk dan, hoe geweldig, hoe mooi. Echt super.
Zo super mooi. Beautiful. Yes. YouTube. Bakkoes. Mooi, bakkoes. Ja, en daar hebben we de rommelmarkt en dat wordt al opgeruimd. Ja. En hier hebben we Karin. Hoi schat. Ja, ik zit even te kijken wat daar op en op die papier staat. Daar hebben we Marcel weer. Want ik zit even te kijken wat op en op die papier staat. Ja, en daar zijn ze dus gewoon al aan het opruimen, want het is te koud en ze waaien weg. Ze waaien gewoon weg. Ja, want het waait nogal hard. Toch of niet, Marcel? Al mijn haren zijn weg. Ja, al je haren zijn eraf. Zo dik, maar allemaal weggewaaid. Maar je ziet ze ook allemaal eerder vertrekken, hè? Ja. Wabi? Wat? Zijn haren zijn weggewaaid. Ja, dat is mooi. Dat is heel fijn. Ik zeg, je ziet ze ook allemaal. Gewoon dat ook. Ja, nou. We kijken straks wel verder. Ik heb toevallig Zit ze daar als een, nou ja, gewoon een engeltje zit ze op een kontje. Oh, ik heb je ook, zegt ze. Rijka. Rijka. Meisje. Kiekeboe. Kiekeboe. Geen reactie. En daar hebben we ons elk in. Ja. Ja, hoe laat leef je alweer? Het is alweer 17:50. Ja, de tiet holt geen skoft als je zelf stil zit. Nee. Dus we gaan zo meteen een hapje eten. En ik moet weer proberen een vlog in elkaar te zetten. Ja. Zo dan. Druk op niks, hè? Zo dan. Zo dan. Alles bemoeit zich met iedereen. Hé? Ja. Ja joh, iedereen bemoeit zich met elkaar. Moest dus eens niet doen. Ja, op een andere manier. Qua liefde. Dat zeg ik altijd. Wees lief voor elkaar. Met elkaar en voor elkaar. En laat een ander in zijn waarde. Dat wordt helaas niet gedaan. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later.